Goedemorgen. Vandaag is het dinsdag en het is de dag dat mijn haar eraf gaat. Ik ben echt super zenuwachtig. Ik ben echt benieuwd hoe het bestaat. Want je korte koppie is natuurlijk best wel heftig. Zenuwachtig. Mijn beste vriendin Kelly gaat mijn haar vlechten. En samen met mijn vriend gaan ze het eraf knippen. Al die vlechtjes. En gaat de tondeuse erover. Dus ja, daar gaan we dan. Nou, dit gaat lekker. Ik voel me net een palmboom zo met van die bladeren. Cool. Tada! Thank you, Kaylee! Pilatus? Wat is Pilatus? Wat is Pilatus? Oh ja. Kies maar. Dan kan je echt wel helemaal, nee, iets lager zo, ja. Ja? Ja. Ja, schat, daar gaat hij. Yay! Het is mijn eerste. Spannend. Ja, zeg maar wat in. Vond dat niet gek? Ja. Hoe vind je het? Ja, nu valt het wel mee hoor. Ik vond het spannend, denk ik. Ja, de eerste vooral. Resultaat van één kantje knippen. En de tweede helft wordt nu gedaan. Echt wel bij de AT, dus ik denk dat je het beste zo kan trekken en dan hier wel knippen. Zo? Ja, maar je kan hem nog wel iets verder terug doen. Dus. Het eerste is het enigste, denk ik. En dat vond Kelly met hem. Ja. Hoe voel je je, schat? Ja, wel oké. Het ziet er gek uit zo. Vindt het niet ineens heel licht op je hoofd? Ja. Last one. Zo, dat voelt echt heel gek. Moet je spoelen. Ik bijna mijn haar, schat. Kijk, al mijn haartjes. Nu heb ik wel een kort koppie. En dan was het. Ik voel me net een, noem je dat? Iemand die wordt opgenomen in de gevangenis. Ja.
Dat is nog stoer met die tattoos, denk ik. Ja. Gek, hè? Verbaas me hoe goed je het kan hebben. Nou, bijzonder. Dan ben je wel echt stoer, hoor, met die tattoos erbij. Krijgen, schat. Heb je dat mutsje meegenomen? Ja, maar heb je dat mutsje meegenomen? Nee, maar ik heb de pruik. Je gaat gelijk de pruik opdoen. Want thuis heb je een mutsje, hè? Want ja, ik zou dat ja. Wel s'nachts omdoen. Ik heb al twee mutsjes. Ja, dat is koud. Bizar. Ja, heel bijzonder. Ja. Lijkt stoer, hè? Het voelt echt heel raar. Echt gek. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now ik ben nu in het ziekenhuis in het AVL in Amsterdam en ik heb nu mijn eerste chemo. Het infuusprikken vond ik heel eng, want ik heb natuurlijk een prikangst, maar het ging best goed, dus dat is fijn. Ik moet vandaag 5,5 uur liggen. Ik krijg eerst nu immuuntherapie. En daarna heb ik een pauze. Daarna gaan ze verder met chemotherapie. Dus dat is wel spannend. Ik hoop dat ik er een beetje oké op reageer. Schat, het zijn piepkiks. Ik kon nog niemand aanrennen, dus ik neem aan dat ik niet in levensgevaar ben. Nou, ik heb nu een half uur pauze en daarna gaan we verder met de chemo. Dus net lekker een broodje gegeten. Lekker rustig aan doen. Een schatje. Nou, het is nu 12 uur 's middags en ik heb nu een break van een uur. En daarna gaan ze verder met het volgende zakje. Dus nou, ik moet de hele tijd plassen. Ik word echt helemaal gek, want ja, natuurlijk aardig wat vocht in me. Maar voor de rest voel ik me prima. Ik had net een beetje last van maagzuur, maar daar heb ik een spuitje voor gehad. Deze! Maar ik voel me voor de rest nu wel goed. Gewoon, nou, even afwachten. Honger. Nou, de nieuwe chemo is aangevuld. Tada. En
Die dus een half uur. En daarvoor heb ik ook zo'n andere vloeistof gekregen tegen allergische reacties. En ik voel wel dat het heel koud is. Maar tot nu toe voel ik me wel goed. Ik heb lekker gegeten. En ik heb het tegen de maagzuur. En dat werkt allemaal heel goed. En ik word gewoon goed verzorgd hier. Dus ja. Nog heel even. Nog heel even. Tot nu toe is dit in me. Dat was best veel. Vandaar dat ik de hele tijd moet pissen. Maar ja. Het lukt allemaal wel. Nou, het zit erop. Nog even 10 minuten doorspoelen en ben ik klaar. Ik heb lekker geslapen van de medicijnen. En nu heb ik honger. Zometeen lekker eten en naar huis. Nou, ik ben al een tijd thuis. Het is nu 7:10. Ik heb heel veel geslapen. Ik merk gewoon dat mijn lichaam helemaal op is. Maar mijn vriend is nu lekker aan het koken, dus ik ben helemaal vrolijk. En hij heeft Ben & Jerry's voor me meegenomen, dus Mijn dag is geslaagd. Ik merk wel dat ik heel erg last heb van maagzuur. Maar daarvoor heeft mijn vriend Rennie's meegenomen. En dat werkt gelukkig. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Voor de rest heb ik niet echt bijwerking. Alleen maar slapen, slapen en slapen. En vermoeid zijn. En maagzuur. Dus dat is nog wel te overzien. Gelukkig maar. Yeah, it's so strong.